bukken die waren afgenomen, zorgen voor een doorbraak in het onderzoek. Dat was een vluchteling die in België zich aangemeld had en ook gewoond had, in Brussel. Hij kreeg een mogelijke naam opeens, toch? Ja, ja, hij kreeg een mogelijke naam. Hoe heette die? Canifam. Canifam. Ja, een meneer uit Iran. Alleen op dat moment weet je niet of... kijk, Interpol matcht zich. En dat gegeven ga ik vanuit, dat klopt zonder meer. Maar de vraag is bij vluchtelingen altijd of het de juiste namen zijn. Ja goed, dat weet je niet. Het is een bekend gegeven dat asielzoekers hun paspoort weggooien en een valse naam plus een verzonnen land van herkomst opgeven. Dit om te voorkomen dat ze worden teruggestuurd. Velen zeggen dat ze uit Iran komen. Want dat is een land waarnaar je niet wordt teruggestuurd. Met andere woorden, hoe betrouwbaar zijn de verkregen persoonsgegevens? Daarom hebben we ook de Iraanse ambassade aangeschreven. Met de gegevens die we hadden, de vingerafdrukken. En je vraagt om de identiteit van die meneer, om die te bevestigen. Om ons aan te geven of er nog familie benaderd kon worden door ons. Ja. Zodat ze wisten dat een familielid overleden was en in Stijn begraven was. En wat zei Iran? Op ons verzoek is geen antwoord gekomen. We hebben dat... Niks, geen reactie? Nee, helemaal geen reactie, nee. Een paar jaar later hebben we een tweede verzoek gedaan aan de ambassade van Iran. Ja, luister, God, we hebben jullie een brief gestuurd. Hier nog een keer. Wil ons alsjeblieft kijken of jullie die identiteit kunnen bevestigen. Hm. En of jullie ons kunnen helpen om familie te achterhalen. Ook daarop is nooit een antwoord gekomen. Nee, dan gaan wij maar zoeken. Misschien nog wij als brutale journalist iets kunnen doen. Misschien dat jullie meer succes hebben dan wij dat hebben gehad. Hè? Ja. Nou ja, wij kunnen natuurlijk wel natuurlijk gewoon een beetje op een andere manier gaan zoeken. Hè? Maar alhoewel uiterst onzeker zijn de naam Canifam en het opgegeven land Iran onze enige aanknopingspunten. Op de redactie proberen we contact te krijgen met Iran via een fixer die daar woont. Iemand die ter plekke voor ons iets kan regelen. Maar de man die we vinden heeft al snel in de gaten dat er meer te halen is voor hem. Hij vraagt ontzettend veel geld en dus besluiten we het over een andere boeg te gooien. We zoeken gewoon maar eens op de naam Canifam op Facebook. Facebook is weliswaar officieel verboden in Iran, maar wie weet. En inderdaad, als we de naam Canifam intikken, krijgen we een aantal hits. We besluiten op goed geluk wat vriendschapsverzoeken te sturen en komen zo in contact met ene Mani. Omdat hij het niet meteen vertrouwt, besluiten we open kaart te spelen en vertellen we dat we informatie over een mogelijk familielid willen. Nadat we verteld hebben dat het om Jafar gaat, komt Mani met een verrassend antwoord. Hij zegt... He was murdered by his friend, zie je dat? Hij is vermoord door een vriend en het was niet in Nederland. Dit hadden we niet verwacht. Want hoe kan deze jongen weten dat zijn familielid heel ver weg is vermoord? Omdat Mani nog te jong was om te hebben meegemaakt wat zijn oom is overkomen, geeft hij ons het nummer van zijn vader. De mogelijke broer van de anonieme man die al bijna 20 jaar in een naamloos graf in Limburg ligt. Het zal toch niet waar zijn? Waar gaat het over? Hallo. Hallo, Mr. Canifam. Yes, please. Bijna 20 jaar geleden werd in Limburg het lichaam gevonden van een onbekende man. Hij was gruwelijk vermoord en tot op de dag van vandaag heeft zijn graf geen naam. Onderzoek leert dat het mogelijk om een asielzoeker uit Iran gaat. Ene Jafar Canifam die in Brussel woonde. Via Facebook hebben we contact gelegd met een neef in Teheran. Tot onze verrassing weet deze neef dat zijn oom is vermoord. De familie heeft echter geen idee wat er met het lichaam is gebeurd. Via de neef krijg ik dan het telefoonnummer van Jafar's broer. Ik bel naar Iran. Waar gaat het over? Hallo. Hallo, Mr. Canifam. Yes, please. Hij heet Mozen. En ik leg hem uit dat in een van de anonieme graven in Nederland mogelijk zijn broer begraven ligt. Probably one of those graves belongs to, it might be your brother, Jafar? No, I don't think so.
because I used to live in Belgium. Yes, that's true, because we have an anonymous grave in the Netherlands, and we know that his fingerprints have a match with someone who lived in Belgium. And this person was Jafar Kanifam, born 1955 in Marrakech, in Iran. Yes, that's right. And that's 1955, that's right. Yes, 1955, in Marrakech, in Iran. And so that must be your brother then. Yes, and that's what... That's well, what... how can I help you with that? How can I help you with that? Dit is een gek telefoongesprek. Hoe is het mogelijk dat de familie in het verre Iran meer weet dan de politie in Limburg, maar dat ze geen idee hebben waar het lichaam begraven ligt? Well, I think we might have to come to Iran, but I don't know if it is easy to go to Iran for Western journalists. I don't think it's easy. It's not very easy, but on the other hand, we have nothing to hide. And travel. I travel once in a while to Turkey. I don't know if you could perhaps. No, that's okay too. We meet somewhere in Istanbul. We can meet in Turkey. Okay. We will stay in contact, of course. Okay, do please. Thank you very much. Thanks for calling. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Na bijna 20 jaar komt de identificatie van de anonieme doden plotseling in een stroomversnelling. En krijgen we misschien ook inzicht in de onopgeloste moordzaak. Zelf ben ik in Israël geboren, dus met mijn paspoort kom ik Iran niet in. In Istanbul kunnen we elkaar in alle vrijheid ontmoeten. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and battered. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends. And some of them are with me. De volgende ochtend is het al een drukte van belang op het Sultan Ahmedplein, midden in Istanbul. Ergens bij de fontein moet hij staan. Mohsen Kanifam en zijn familie. Waaronder zijn zoon, waarmee we in eerste instantie via Facebook contact hebben gelegd. Mr. Kanifam en his family. These are my colleagues. Okay. How do you do? Thanks, fine. Nice to meet you. Very nice to meet you. My son. Your son? My name is Kees. My wife. Hello. Hello. We have a lot of questions. I think you have a lot of questions as well. Het is bijzonder om hier in Istanbul, dat letterlijk de grens vormt tussen Europa en Azië, de man te ontmoeten die ons waarschijnlijk veel kan vertellen over Jafar Kanifam. Ik neem Mohsen mee naar een rustige plek om te praten. Is this your brother? Definitely. Yeah, definitely. So, and is this name spelled right? Yes. Jafar. Okay, yeah. And he was younger than you are? 4 years. Mm-hmm. Mohsen Kanifam herkent dus zonder twijfel zijn broer Jafar op de foto. Zowel zijn leeftijd als zijn geboorteplaats kloppen met de man wiens vingerafdrukken matchten met het onbekende lichaam in Stijn. Als hij het echt is, willen we natuurlijk meer ontdekken over de moord. Maar eerst het verhaal van Jafars leven voor hij naar het westen vertrok.